Maarten Offinga is sinds september 2020 burgemeester van Hardenberg. Maar de kans is groot dat u de beste man nog nooit gezien hebt. Want tja, corona hè? Door corona kon hij niet echt kennis maken met de inwoners. Daarom wandelt hij nu de route 29. Burgemeester, wat gaan we doen? Vandaag ga ik beginnen aan een wandeling dwars door de gemeente. Ik begin hier bij de Duitse grens bij Radewijk en ik hoop in de loop van de tijd dwars door de gemeente heen te gaan en alle verschillende mooie plekjes tegen te mogen komen, verhalen te mogen meemaken, mensen te mogen horen wat ze allemaal beleefd hebben en waar ze trots op zijn. Dus ik hoop u ook tegen te komen. En ik hoop dat je tijdens de wandelingen deze tas gewoon om zult doen en alle verhalen uit de omgeving hierin stopt. De start van de route 29 was groot nieuws. Ook de voorzitter van het informatiepunt regio Hardenberg was van de partij. Nou, daar gaan we dan. Ha, hij heeft er zin in. Bij de boerderij van de familie Kiewiet aan de Noordoosterweg staat Johan Smit te popelen om mee te wandelen en te vertellen over de vijf families Smit die hier vroeger woonden. Ho ho, burgemeester Offinga. Je bent al bij de eerste stop. Goeiedag. Ja, Johan Smit. Nou, we staan hier voor het huis van mijn overgrootvader, Wilhelmus Kiewiet. Die heeft dat huis, die boerderij daarachter, in 1915 gekocht. Ja. En in de verte daar is de boerderij die mijn opa heeft laten bouwen. Die boerderij? Ja, Jan Harm Smit in 1935. Maar die heeft... Daar vroeger stond er een boerenplaatsje en dat heeft hij in 1917 gekocht. Ja, ja. Achter ons links woont een broer van mijn opa, okay. Albert Smit. Ja. Twee huizen verderop woonde mijn overgrootmoeder en overgrootvader. Drie huizen verderop woonde een broer van mijn opa, Jan Smit. Tijdens de wandeling vertelt Johan Smit ook over de geschiedenis van de Marke Gramsbergen, Lozen en Radewijk. En hij heeft zelfs een boek geschreven. Oh, wat leuk, 150 jaar boerenstand op de Vossenbelt. Ja. Ze kletsen nog even verder. En kiezen daarbij de kortste route naar de volgende stop. Goeie reis verder. Dankjewel en genoten en tot ziens. Oké, dag. En daar staat Koos Kuilman al op de burgemeester te wachten. Hij bouwt hier een vakantiepark voor honden? En we bouwen hier dus 35 huisjes. Ja. Eigenlijk helemaal hond. Helemaal voor de hond. Dit is dan de trainingshal waar... Waar je dus overdekt hondentrainingen kunt organiseren. En dan komt hier dus de ontvangstruimte en het oude huis met het bijgebouw wordt er eindelijk dus groepsaccommodatie. Okay. En wij bouwen daar dus zo hier in het ronde, zeg maar, met uitzicht zo op Duitsland. Hè, daar 300 meter verderop ben je in Duitsland. Ja. Wat een bijzonder idee om juist dat te bedenken. Ja. En mag ik het zo zeggen, een hondenhotel, complex, recreatiegebied? Ja, het is dus in die zin gewoon uniek. Ja. Omdat alles in diensten staat eigenlijk van de hond. Ik weet zeker dat de eerste gasten al staan te springen om langs te komen. Wist u trouwens dat er in Nederland 2,2 miljoen honden geregistreerd zijn? En 43% van de mensen met een hond wil graag de hond meenemen op vakantie. Geweldig inspirerend verhaal en een idee met lef. En je durft het, dus groot compliment daarvoor. Ik wens je veel succes. Ja, dankjewel. En tot ziens. Hey, tot ziens. Oké, dag. Ga je goed, hè? Ah, als dat Resina Ramaker niet is. Ik woon hier samen met mijn echtgenoot en ik verwelkom u op ons erf Ramaken. Ik ben nieuwsgierig. Zullen we die kant op? Gaan we samen wandelen. Ik ga mooi even naar de linkerkant. Luistert voor mij altijd wat beter. Links is een beetje dof. Tja, burgemeester. Ouderdom komt met gebreken. Resina Ramaker en haar man wonen hier prachtig. Daarom legden ze wandelpaden aan op een erf. Wij wonen hier natuurlijk in een heel mooi stukje Radewijk. Ja. Toen we nog vee hadden en zo, dan heb je niet zoveel belang dat iedereen maar over je erf komt. Want dan staan ze bij je in de stal. Ja. Of je hebt een hond en die hond die denkt van deze mensen die horen hier niet. Nee. En toen zeiden we van nou gaan we dit doen. En we vonden het ook heel leuk om gasten te ontvangen op ons bedrijf. Ja. En mensen kunnen hier gewoon lekker wandelen, kunnen meegenieten. Ja. We zeggen van, wij zijn eigenlijk best wel uitverkoren dat we zo'n mooi plekje wonen. Zo. En we willen dat graag met andere mensen delen. Natuurlijk heeft Radewijk ook een dorpshuis. Dit is Durfs is de Heugde.
Het was een voormalige openbare lagere school, te weinig leerlingen. Ja. Toen wilde men in Radewijk graag een dorpshuis hebben. Ja. Nou, het was eerst een ander plekje, maar toen kwam dit vrij. En nou ja, iedereen komt hier denk ik wel. Nou, hartstikke leuk. Ik vond het heel leuk dat we samen eventjes door het mooie Radewijk konden wandelen. Dat ik iets kwijt kon over de omgeving. En ik hoop dat u een hele goede tijd tegemoet gaat. En dat u nog eens een keer weer terugkomt. Zeker weten, gaan we doen. Ja. Succes met de verbouwing. Okay, dank u wel. Dag. Ondertussen zijn we alweer bij de Kniepen. Hey, goedemiddag. Nou, nieuwsgierig wie ik nu tegenkom. Dag. André Schutte. De André, Maarten Offera. Hallo. Plaatselijk Belang Radewijk vroeg het dorp naar ideeën voor deze plek. Nou, die waren er hoor. En dit is eigenlijk een soort rustpunt geworden voor het fietsknooppunt. Maar we willen hier eigenlijk voor Radewijk een soort ontmoetingsplek creëren. Ja. En die ontmoetingsplek, daar willen we een soort schuilhut maken. En dan eigenlijk aanplanten met bomen. Ja. En wat meer groen hier ook op, groen diversiteit en dat ding allemaal. Want het is eigenlijk allemaal uitgekomen uit een enquête wat we gehouden hebben onder inwoners van Radewijk. Ja, en geweldig goede ideeën. En dat hebben we verwezenlijkt in een plan, zeg maar. Ik mag het volgende jou gaan overhandigen, want wij zijn zo enthousiast als college voor jouw initiatief. Kijk. Van ons krijg jij dit bedrag voor de ontmoetingsplek. Hé, dankjewel. En dan kunnen we Radewijk echt zaken doen. Dus, dan kunnen we zaken doen. Succes ermee. Dankjewel. Zo, burgemeester, zit er voor mij misschien ook zo'n check in die tas? Burgemeester? Nee? Oké. Okay. Snel verder. Naar de molen. En die draait. Oh, kijk hem eens draaien. Welkom bij onze molen, mooie molen van Radewijk. Eerst even opwarmen met koffie en een lekkere plak cake. En dan is het tijd om de molen te beklimmen. Je kan natuurlijk niet de molen beklimmen op een lege maag. Deze dame is de achterkleindochter van degene die deze molen in 1861 bouwde. En de molen bleef in de familie. Mijn vader die is al in 1934, als 17-jarige, hier op de molen geweest. Die heeft bijna 70 jaar gemalen. 70? Ja. Mooi is dat. En dat was echt eentje in hart en nieren. De molen die ging ook altijd voor. Ja. Voor alles. De rokermolen heeft trouwens twee steenkoppels. Dat betekent één op wind en één op een elektromotor. Zo kan de molen ook malen als het niet waait. Maar daar is vandaag geen sprake van hoor. Laat maar waaien. Een verdieping lager pletten we de tarwe. Dus dan wordt de tarwe geplet, dan maalt het makkelijker. Ja. En dan komt het hier in de silo en dan komt het hier in de zogenaamde kaar, noemen we dat. Ja. En dan als de molen dus draait. Nou, dan gaat deze bak die gaat heen en weer, heet die voor niks de schuddenbak. Ja. En dan komt er tussen de stenen. Ja. En dan, de kunst voor de molenaar is natuurlijk om de afstelling van de stenen. Dat komt heel precies. Dat is ook het gevoel en het fingerspitsen gevoel wat je moet hebben. En dan gaat het naar beneden in vorm van volkorenmeel. Ja. En dan kunnen we nog twee dingen doen, volkorenmeel of... Dan gaan we een stap verder naar beneden. Dan gaat het door de builkast, dat is gewoon een zeef. En dan hebben we bloem. Ja. Een jaar geleden zijn Guus en Margreet Schepers gestart met hun bakkerij naast de molen. En vanuit de winkel zie je de bakkers aan het werk. Hey, hier zijn de kneders. Als dat klaar is, gaat het, hier wordt het deeg in verdeeld en gaat het in de bolrijs. Dit is de eerste rijs waar het brood doorgaat. Okay. Dat gaat door een bepaalde luchtvochtigheid en temperatuur. En dan komt het er daaruit en dan kun je het bosje deeg zeg maar in de blikken doen en dat gaat hem in de rijskast. Ja, dit is dan de oven, dit is dan de oude oven, maar hier kunnen die rijzen naar binnen. Ja, die kan en die draait om zijn as en nu kunnen er 96 broden per keer kunnen erin. Elke half uur kunnen er 96 bakken. Momenteel wordt de bakkerij uitgebreid met nieuwe machines en ovens, zodat er nog meer gebakken kan worden. Maar Guus... Wat is nou jouw visitekaartje? Ja, dat zijn toch wel de croissantjes. Die worden echt helemaal handgemaakt. Die roltafel erachter, dus ik lamineer ze ook helemaal zelf. Dus ik toer de boter er ook zelf tussen. Ik maak het deeg ook helemaal zelf. Dus dat is, en ik maak ze ook met een heel mooi recept, met desem. Ik weet niet of desembrood. Desembrood. Dus het zit een klein beetje gist in, anders is het desem is iets minder krachtig dan gewoon gist. Ja. Maar in mijn croissantjes doe ik ook een bepaald percentage desem erbij. Het is een hele bijzondere smaak en dat zie je ook echt terug. Dus dat is ook mooi. Dus, croissantjes.
Het water loopt ons inmiddels in de mond. Maar de burgemeester moet voor het donker in Hogenweg zijn. Dus hij stapt enthousiast verder en trotseert ook nog eens een paar slootjes. Pas op dat die mooie nieuwe rugzak niet aan het prikkeldraad blijft haken, burgemeester. Oeh, dat ging maar net goed. Ook Hogenweg heeft natuurlijk een eigen dorpshuis. Hier organiseren vrijwilligers verschillende activiteiten. Hey, goedendag. Goedemiddag. Hey. Bent u niet de burgemeester? Ja, goeiedag. Nou. Maarten Hoffenraad. Hallo, Bas Hogeveen. Dag Bas, wat leuk. Welkom in Hogenweg. Vertel. Namens Plaatselijk Belang en de gehele bevolking. Ja. We staan nu voor het kloppend hart van Hogenweg, het gebouw. Ja. Nou, zoals ieder zichzelf respecterende kern hebben wij ook een gebouw, een eigen uitvalsbasis. Nou, hier vinden heel veel verenigingen onderdak. Ja. De biljartvereniging zit hier, er zit geloof ik een dartvereniging, er is gymnastiek, er is een toneelvereniging, elk wat wils. En dan vergeet ik nog een heleboel. Hier achter het gebouw is een park, ja, waar met name in de zomer veel activiteiten plaatsvinden. Okay, ja. Maar verder inderdaad alle activiteiten die ik net allemaal noemde, die worden geïnitieerd vanuit de activiteitencommissie naar Plaatselijk Belang. We hebben een oranje vereniging die hier ook allerlei leuke activiteiten... We gaan nog wat verder lopen en dan kletsen we lekker verder. Gaan we doen, gaan we doen. Ja, zoals de naam al doet vermoeden, Hogenweg en Veenebrugge zijn natuurlijk van oudsher hoge wegen door het veen. Het Commisehuis was vroeger de plek waar de douane zat, toen de Hogeweg nog dé route naar Duitsland was. Dus 10, 15 jaar geleden ging al het verkeer vanuit Duitsland, inclusief al het vrachtverkeer, de zandauto's hier nog letterlijk over de Hogeweg. Bas, bedankt. Gesproken te hebben. Doen we. Tot ziens, hè. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Maarten Hoffenga. Maarten. Dag, hallo. Elise Timmerman. Dag Elise, Maarten Hoffenga. Elise Timmerman is de kleindochter van de huidige bewoners van deze havezate Altimhof. Gebouwd in 1833, nadat de voorganger tot de grond toe afbrandde. De havezate was eerst in handen van de familie Veenebrugge. Later erfde de familie Altena dit rijksmonument. Samen hebben mijn opa, oma en vader een VOF en zij hopen dat mijn broertje of ik het over gaan nemen en het zevende geslacht wordt. Wij proberen uit respect voor de vorige generaties en het geschiedenis van dit monumentale pand het van buiten in een zo origineel mogelijke staat te onderhouden. Hé, maar dankjewel, wat een mooi verhaal, mooie beelden. Hier zit een hele rijke historie, wat heet een hele rijke historie. En terecht wat je zegt, een schitterend monument. Nou, het zit er weer op, burgemeester. Dit was de eerste etappe van de Route 29. De volgende keer starten we hier en gaan we naar Ebbenbroek en Bruchterveld. Ben benieuwd wie we dan tegenkomen. Tot de volgende keer!